Hi, welkom bij Milo. Vandaag gaan we het hebben over de box squat. Wat de box squat heel goed doet, is dat hij je de ruimte geeft om te werken aan je positie tijdens de squat. En dat is omdat we een pauze toevoegen van de excentrische naar de concentrische fase. En we geven iemand een duidelijk target om naartoe te squatten, daar spanning te houden en van daar weer kracht te genereren. We gaan stap voor stap deze beweging met je doornemen en de verschillende opties die je kan gebruiken in je training. Om sterker te worden en dus de prestatie te verbeteren in een lift, is ons eerste agendapunt het minimaliseren van energieverlies. En dat betekent dat we een goede positie willen houden gedurende de hele lift. In de setup hier bij Ben zien we dus een aantal punten. 1. De stang is recht boven het midden van zijn voet. Hij houdt druk in zijn hele voet. Hij creëert spanning met zijn bovenrug, met zijn core en hij draait zijn voet een klein beetje naar buiten, zoals zijn voet in de grond wil draaien. Zijn hele lichaam is dus op spanning. Wat hij nu gaat doen is hij gaat rustig zakken en hij mikt met zijn billen tussen zijn hakken. Hij blijft zo compact mogelijk. Daarmee minimaliseren we de beweging van de stang van achter naar voren. Als je dat goed doet, kan je alle energie die je genereert door je met je voeten de grond in te duwen, je knieën te strekken en je heupen te strekken, overbrengen in de stang. Wat je vaak mis ziet gaan is als mensen zakken, dat de knieën naar binnen vallen, dus is er niet genoeg spanning in de heupen, of dat ze naar beneden zakken te ver naar achteren mikken. Dan is er niet genoeg spanning op de hamstrings. En als laatste zie je in de overgang van excentrisch naar concentrisch, dus van het zakken en weer naar omhoog komen, dat daar positie wordt verloren. Alle drie de punten worden getackled met de box squat om dat te kunnen werken aan die techniek. Omdat we een heel gericht punt hebben waar we naartoe kunnen bewegen. En er is een hele duidelijke pauze en overgang van excentrisch naar concentrisch. Als je dit later weer gaat vertalen naar een gewone squat, kun je dat versnellen en verbeteren. Alleen de basis leggen we hier. Niet alleen voor atleten of wat meer gevorderde cliënten die doelen hebben als sterker worden is de box squat een handige tool. Ook voor mensen die net beginnen en misschien aan hun mobiliteit moeten werken om in een goede positie te komen. Wat we namelijk weten van mobiliteit is dat het verder gaat dan alleen lenigheid. Je moet in een positie kunnen komen, daar de mogelijkheden hebben. Echter wil je ook in die positie kracht genereren. Wat je met een box squat mooi kan doen is, ik ben nu op deze hoogte. We gaan hier werken aan zijn mobiliteit door mijn squat te laten uitvoeren op deze diepte. Dan kunnen we gewoon met gewicht en reps zoals je normaal gewend bent om sterk te worden. Alvorens we meer mobiliteit gaan creëren door de box squat te verlagen. Natuurlijk moeten we hier wel rekening houden met structurele limitaties. Maar we kunnen dus op zoek gaan naar de maximale diepte voor hem waar hij met een neutrale positie kracht kan genereren. Succes!